Woensdagavond is vaste prik voor een fonkelnieuwe aflevering van Steenrijk, Straatarm. Ook vanavond zat men weer massaal voor de televisie en er werd ook weer volop gereageerd. Maar, kijkers, valt vanavond allemaal hetzelfde op. En daar is men niet blij mee. In de aflevering van Van Vond ruilden de welgestelde Mira en Jamie van leven met de minder bedeelde Lianne en haar dochters Lizzie, Isabella en Soraya. Die mogen een week naar Marbella, waar ze een week lang kunnen genieten van een woning met zwembad en buitenbioscoop. De voormalige Temptation Island verleiders moeten het daarentegen een week zien te rooien in pure armoede. Dat valt nog niet mee. Zo hebben Jamie en Mira het loodzwaar als ze met de bus moeten. Op X storen kijkers zich mateloos aan de twee. Leuk en aardig, maar kijkers gaan flink los op X en iedereen zegt hetzelfde. Het programma wordt namelijk als nieuwe uitzending gepresenteerd. Maar opvallende kijkers hebben doordat ze voor de gek gehouden worden. Het betreft namelijk een herhaling uit 2022. En dat valt niet lekker bij verstokte fans, zoals onderstaan te zien is aan de reacties. Dit is een herhaling van 2022. Volgende week weer nieuwe aflevering. Waarom? Geen idee. Er is geen bijzondere programmering bij andere zenders. Na de uitzending in 2022 kwamen Jamie en Mira flink in opspraak. Ze zouden namelijk helemaal niet zo rijk zijn als men deed voorkomen. Mira besloot destijds te reageren in de Telegraaf. Mira vertelde toen dat ze zichzelf niet als steenrijk wilde bestempelen. Maar we hebben het wel goed. Jamie is in het dagelijks leven makelaar, terwijl zijn vriendin bijverdient met OnlyFans.